Het Rotterdamse Punjab kan met recht de verrassing van dit cricketseizoen worden genoemd. De nieuwkomers in de topklasse ontvingen zondag regerend landskampioen Excelsior 20. Op het begin van het seizoen zei iedereen, jullie hebben niks te zoeken in topklasse. Alle artikelen waren tegen ons en de prognose was dat we kansloos zouden degraderen. Ja, het feit dat we nu derde staan en dat wij wedstrijden die we verloren hebben, dat we gewoon ook weggegeven hebben. Ja, dat zegt genoeg over de talenten wat je binnen je team hebt. Punjab, opgericht in 1991, kende veel moeilijke jaren. Na een mislukte fusie en een uittocht van spelers lag de club 4 jaar geleden op zijn gat. En toen hebben wij eigenlijk opnieuw een nieuwe start gemaakt. En een nieuwe beleid opgezet. Met als eindbestemming, laten wij in de topklasse halen binnen 7 jaar. Dat was eigenlijk het plan. Ja, dat we binnen 3 jaar al topklasse spelen, dat is eigenlijk gewoon een prestatie boven onze verwachting. Het is geen druk op ons. Eerste jaar hier in de topklasse, het zit helemaal geen druk op ons. Wij spelen gewoon lekker cricket. En we zeggen tegenstander, kom maar op, we laten jullie even cricket zien. Ja, je ziet ook de passie bij de jongens uitstralen. Hè. Het is echt een Pakistanse club. En in Pakistan hebben cricket toch met de paplepel ingegoten gekregen. En je ziet dat echt terug op het veld. Heel veel belevingen nemen ze mee. En dat is mooi om te zien. Cricket. Voor ons is het echt voor Pakistan zelf, mensen van Pakistanse afkomst is het een hele belangrijke sport. Het is net zoals voetbal hier in Nederland. Dus iedereen speelt het, iedereen wil het meedoen enzovoort. Dus dat zit een beetje in je bloed. En je ziet het, dat het qua talent kom je al heel ver. Alleen qua organisatie daarnaast, daar moest het heel veel gebeuren. En dat heb ik dus afgelopen jaren een beetje opgepakt. Nou ja, we hebben hun laten zien dat wij hier niet zomaar een club zijn. Kijk, je kan met geld alles bereiken, maar je kan ook zonder geld alles bereiken. We hebben heel veel, voornamelijk heel veel jongens uit Rotterdam-Zuid en heel veel jongens ook uit Rotterdam-Noord, West enzovoort. We hebben wel een aantal jongens uit Pakistan. Op dit moment zijn dat er 3. Dat zij by far betere spelers zijn. Ja, dat is logisch, want ze spelen daar het hele jaar. En wij spelen hier een aantal maanden. Dus in dat opzicht, het is niet zo dat we alleen maar op jongens uit Pakistan leunen. Alleen, die jongens zijn wel heel erg goed. Het is een heel onround team. Veel ervaring. Ze spelen 3 jongens in die vroeger bij ons hebben gespeeld. Voor hun is het extra leuk, denk ik, om van ons te winnen. Dus ze zetten heel veel druk op ons. En ze hebben een paar goede coaches. Dus prima team. Het is het eerste jaar in topklasse. En een aantal clubs die spelen bijna 20, 30 jaar in topklasse. Voor ons is het om eer. Vooral in Nederland, topklasse, dat we inzitten. En de belangrijkste doelstelling voor ons was echt ook dat we gewoon handhaven. Ja, nu we derde staan, dachten we, als we een beetje nog meer ons best hadden gedaan, hadden we misschien voor top 2 kunnen spelen. Of misschien wel voor kampioenschap kunnen spelen. Dus wij gaan na het seizoen heroverwegen. Wat willen we eigenlijk? Hoe willen we volgend jaar doen? We hebben nu al aanmeldingen voor een team van onder 11, onder 13, onder 15. Dus we proberen daar wat langere termijn beleid op te zetten. Ja, en dan gaan we kijken aan het eind van het seizoen wat we volgend jaar willen doen. Ja, het zou mooi zijn als we voor kampioenschap mee kunnen doen. Maar goed, zover willen we nog niet denken. Want wij zijn al blij dat we nu al gehandhaafd hebben. En de laatste 3-4 wedstrijden is gewoon genieten. De spannende wedstrijd wordt uiteindelijk door Excelsior 20 gewonnen. Voor het kampioenschap in de topklasse is dat nog niet genoeg. Volgende week op eigen veld kunnen de Schiedammers hun landstitel prolongeren.